Beste medeleerkrachten, beste cursisten. Zoals jullie wel weten ben ik dit jaar verantwoordelijk voor de proclamatie en alles daaromtrent. Daarom wou ik speciaal voor jullie een filmpje in elkaar steken met enkele leerlingen. Ik hoop dat jullie ervan genieten. What it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. Little bit of humble, little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four track busting. Halfway across that city with the back. Dag Michiel, vertel eens iets over wat volgens jou typisch TK wordt. Voor mij typisch TKO is sinds de middag lekker een frietje gaan halen of pizza gaan halen of wat. In ieder geval beter eten als in een middelbare school. Dus je kunt ook kiezen wat je gaat eten. Wat nog typisch is voor mij, de leerkrachten zijn veel volwassener met de leerlingen om. Afhankelijk van de leerling, hoe de leerling naar de leerkracht staat natuurlijk. Maar over het algemeen vind ik het een veel betere leefsfeer en leersfeer als in het middelbaar. Oké. Wat is iets wat je zeker gaat missen aan het TKO? Veel vrijheid dat er is sowieso. En de vriendelijke leerkrachten, wat ik in het middelbaar heel veel heb gemist. Alleen vanuit mijn persoonlijke ervaring natuurlijk. Wat ga ik nog missen? De veel directere leeraanpak, terwijl in het middelbaar zit je heel veel leerkrachten van je moet je diploma halen, je moet verder studeren. Terwijl het hier is van ze stomen je klaar om fatsoenlijk ook werk te kunnen vinden. Je kunt natuurlijk altijd verder studeren, zoals ik. Ik zou kunnen verder studeren voor computerwetenschappen. Maar ik kan eventueel kan ik het even snel werk vinden als ik wil. Oké. Maar gaat je zeker niet missen aan het TKO? Ik denk niet dat er echt veel is dat ik niet ga missen. Ik vond het een heel plezante ervaring ook. Alleen misschien 's morgens vroeg opstaan als het regende, vooral als de zon scheen, maakte mij dat niet uit. Zoals vandaag, dat het een beetje meer regenachtig is, had ik in ieder geval tegen gezien om te komen. Maar ik ben toch nog gekomen. Is er iets wat je wilt vertellen aan je medecursisten? Ik zou wel iedereen willen bedanken voor de fijne schoolervaring die ik persoonlijk heb gehad. Natuurlijk zijn er altijd wel minder momentjes geweest dat er mensen zelf minder goed gezet naar school kwamen en dat ook lieten merken aan anderen. Leerlingen, maar ik probeerde daar toch altijd rekening mee te houden en dat is voor mij alles. Oké, goed. Dag Rowan. Hi. Wat is volgens jou iets typisch TKO? Typisch TKO is denk ik dat de manier hoe dat leerkracht moet behandelen. Leerkrachten behandelen, je hebt zo'n als volwassenen, dus dan doe je niet als kleinkinderen, want je mocht niet naar het toilet, je mocht nooit drinken tijdens de lessen. Gewoon ja, het respect van de. Van de leerkrachten naar de medestudenten toe. Oké. Wat is iets wat je zeker gaat missen? Wat ik zeker ga missen? Mijn dagelijks ritje naar Zwolle, denk ik dat ik ook wel ga gaan missen. Vooral natuurlijk ook mijn medecursisten. In het eerste jaar was het zo precies dat wij twee klassen waren. En in het tweede jaar zijn we meer naar elkaar toegegroeid. En daar zal ik misschien wel van gaan missen. Oké. Iets wat je zeker niet gaat missen? Wat ik...
Ja, alhoewel, is misschien iets wat ik ook ga missen. Mijn dagelijks portie kernpesten, die ga ik ook missen. wat ik eigenlijk niet ga missen. Goh, wat ga ik niet missen? Ik kan mij niets bedenken. Goed, en wat zou je nog mee willen geven aan de restenkritisten? Ik wens iedereen die afstudeert dit jaar een dikke proficiat. Ik weet dat jullie er heel hard aan moeten verwerken. En ja, dat is het. Proficiat. Dag Anneke, dag Doreen. Wat vind jij typisch TKO? Begrip en het luisterend oor van de leerkrachten. Mm-hmm. Dat zij rekening houden dat sommige mensen thuis hun eigen huishouden moeten doen. Dat zij ja, thuis kunnen komen en direct aan het huis kunnen beginnen of de stoel naar tafel schuiven en aan het eten kunnen beginnen. Mm-hmm. Nee, er zijn nog mensen die heel veel werk hebben thuis en dat vind ik wel heel fijn aan het TKO. Goed. Wat ga je missen aan het TKO? De vakanties, dat ga ik vooral op missen. En dan de leerkracht, het, ja, het luisterend oor. Mm-hmm. Ook wel sommige medeleerlingen. En de sfeer ook wel. Het is wel een fijne sfeer op school. Oké, wat ga je zeker niet missen? De temperatuur in de klas soms. Het was in de winter soms wel koud in de klas. En de toetsenborden in de computerlokaal. Die ga ik ook niet missen. Die heb ik vaak wel eens omgedraaid voor ik begon te typen. Oké. Wat zou je graag willen meegeven aan de rest van de cursisten? Degene die mee afstuderen al was een heel dikke proficiat. Ik wens dat er ook hard voor gewerkt hebben. En ik wens iedereen nog heel veel geluk in zijn leven. En degene die nog kan verder studeren, gaat ervoor. En nog iedereen heel veel succes. En ik wil alle leerkrachten nog graag bedanken voor alle hulp en steun die ik gekregen heb tijdens mijn 2 jaar hier op het TKO. Oké, goed. Dag John, wat vind jij typisch TKO? De ongedwongen sfeer, dat de leerkrachten altijd bereid zijn om te luisteren. Oké. Wat is iets wat je zeker gaat missen van het TKO? De medestudenten, de rookpauzes, de creatieve opdrachten. Oké, wat ga je zeker niet missen aan het TKO? De examenstress. Veel mensen hebben het mogen verduren bij mij, ja. Waaronder op en onderaan. Ja. is er iets wat je wilt vertellen aan de rest van de cursisten? Op tijd om uw eindwerk te beginnen of je komt er niet. Wat je nog wilt mee moet geven in onze boodschap. Dag Chef. Hey, goedemorgen. Wat vind jij het typisch TKO? De sfeer, de compassie die de leerkrachten hebben met hun studenten. Mm-hmm. En dat ze steunen je en ze hebben enorm veel begrip voor je. En dat heb ik enorm gewaardeerd. Ze houden echt rekening met je thuissituatie als je thuis even moeilijk hebt. En ze trekken je er echt doorheen. En dat waardeer ik enorm. Wat ga je zeker missen aan het TKO? De sfeer. Ik denk in het begin toen we hier kwamen, je kwam in een lokaal vol met vreemde mensen. Maar na een tijdje werd je toch één hechte familie. Dus je bent echt wel aan elkaar gaan hechten en ook aan de sfeer. Mm-hmm. En ja, dat ga ik absoluut wel missen, ja. Wat ga je zeker niet missen aan het TKO? Er waren momenten, om heel eerlijk te zijn, dat ik echt heel veel taken had. En dan had ik thuis ook mijn dingen te doen. Maar ja, voor diegenen die thuis alleen wonen en die thuis verder helemaal alleen voor staan. En als je dan veel taken te maken hebt, dan komt er een bepaalde stresslevel naar boven die je echt absoluut kan missen. Is er iets wat je wilt meedelen? Ja, eigenlijk wel. Want de CTO Step heeft mij de mogelijkheid gegeven om voor een schooldiploma te gaan. En ik raad het eigenlijk iedereen aan om hier te komen afstuderen. Puur alleen voor de compassie en de begrip dat de leerkrachten hebben voor hun studenten.